kletsen. Marion, goedenavond. Hallo. Ja. Daar praten we zo meteen na de uitzending over verder. Oké, oké. Beloofd. Ja, beloofd. Marion Verrooijen is hier. Die stopt als het gezicht, nou ja, het gezicht en de stem van Latijns-Amerika. NOS-correspondent voor Latijns-Amerika al heel erg lang. Stopt gelukkig nog eventjes niet. Pas in januari. En ja, als ik denk als mensen jouw stem horen, dan hebben ze onmiddellijk een beeld bij. En anders moeten ze maar even naar de webcam radio1.nl. Dan weet je helemaal wie het is. Het is de dame die op bezoek gaat bij de gevaarlijkste bendes van Mexico. Ze woont praktisch in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Het schijnt dat je buurman een van de bekendste drugsbazen van de stad is. Nou ja, om en om. Ze gaan ongeveer om de 2 jaar worden ze doodgeschoten. Ja. Dan komt er weer een nieuwe. Maar heb jij dan 30 sloten op je deur? Of hoe zit dat? Nee. Mensen zeiden daar in Brazilië toen ik daar ging wonen, je bent helemaal knettergek dat je daar gaat wonen. Moet je minstens zo'n mannetje in zo'n dingetje voor je deur hebben. Ja. Of je moet pitbulls gaan houden. Nou, geen van beide leek me erg leuk. Dus ik dacht toen van, wat doe ik hier nou aan? Hè? Dus ik ben eens even gaan vragen aan al die Brazilianen, waar ben je nou het allerbangste voor? En iedereen kwam gelijk met één antwoord, slangen. Dus ik heb een internationaal slangeninstituut opgericht. Althans, het bordje zegt dat. En ik hou het vol. En niet doorvertellen verder in Brazilië. Nee, maar, geen haar op mijn hoofd. Ja. Maar echt, iedereen gelooft het. Iedereen denkt dat het vol ligt met sissende slangen. Ja, en zo hou jij de criminelen buiten de deur. Nou, criminelen en anderen. Ja, goed, de of zelfs ook de politie. Want, ja. Die durft er ook niet meer naar binnen. Nou ja, ik ben 2 keer beroofd en dat was 2 keer door de politie. Dus. Maar die slangen, die doen het hem. Ja. En je gaat dus weg. Je stopt ermee na hoeveel jaar NOS? Veel jaren. 15 of zo. Ik ben opgegroeid met jou. En ik vind het, ja. En ik vind het ontzettend jammer waarom je stopt. En je stopt, ja, het moet, hè, het relatiesysteem. Het is niet anders, geloof ik. Ja, ik heb er zelf niet voor gekozen. Je wil het ook niet? Ik ga gewoon door. Voor dan maar voor anderen. Ja. Maar je vindt het jammer dat je weggaat. Dat ik wegga bij de NOS? Ja. Ja, tuurlijk. Maar ik blijf wel in Rio. Ik ga gewoon door met reportages maken enzovoort. En is het niet voor Nederland dan wel voor iets anders en voor andere mensen? Gelukkig. Ja. Daar ben ik blij mee. We gaan zo meteen ook nog even wat korte fragmenten laten horen van jouw reportages. Maar waarom ik jou fantastisch vind en velen met mij, is omdat je zo het kleine verhalen groot maakt door het eerst persoonlijk te maken. En je duikt er ook al helemaal in. En dat is mooi. Daar hebben we het zo over. Maar eerst even hoe dat zo begonnen is. Want dat vond ik ook wel een mooi verhaal. Jij zat in de kraakbeweging. En toen op een dag, eigenlijk had je een soort van een horde wilde krakers achter je aan. En moest je ontvluchten. En toen kwam je in Italië terecht. Nou ja, dat is kort door de bocht wel wat er gebeurd is. Ja. Wat was er aan de hand? Nou, ik zat en in de kraakbeweging en in de vakbeweging. En in die tijd was dat water en vuur, dat kon helemaal niet. Dus de ene partij vond dan dat ik een verrader was voor de andere en omgekeerd. En dat ik gaf onder andere les aan politieagenten in de politiebond van de FNV. En daar kwamen de krakers dan achter. En dan was ik natuurlijk een verrader. En toen was die kraakbeweging heel erg geradicaliseerd. En toen kwamen mijn leuke maatjes mijn kraakpand in elkaar slaan. Nou, dat is echt vloeken in de kerk natuurlijk in de kraakbeweging. Het is ergste wat je een kraker kan aandoen. Voor jouw neus sloegen ze de boel kort Nou, om mijn neus heen, ja. Ja. En tegelijkertijd werd ik er in de vakbond uitgeschopt. Omdat toen duidelijk werd dat ik ook een vermaledijde kraker was. Dus toen dacht ik, nou, laat ik maar eens even een treintje pakken naar dichtbijzijnd warm land. En dat werd Italië. Dat was het goedkoopste treinticket. Eigenlijk per ongeluk Italië. En toen werd je daar correspondent. Nou, dat ging ook niet meteen. In 3. In de pizzeria begonnen, geloof ja, ik. Ja, pizzeria. En dan een stukje schrijven. Nog eens een stukje schrijven. Ja, echt oldschool, the hard way. Het opgeklommen eigenlijk. Ja, want zo ging dat. Zo ging dat in die tijd. Hè. Je correspondenten groeiden op in het wild, zeg maar. Ja. Als je dan kan je de taal heel goed. En dan, doordat je in die pizzeria werkt, weet ik veel, of wat iets anders doet, leer je dat land kennen. Heb je een contactennetwerk. En dan durf je eens een keer iets zinnigs te roepen over zo'n land. Ja. En dat is natuurlijk heel anders dan zoals het nu gaat, onder andere bij de NOS. Ik moet dus weg vanwege het roulatiebeleid, hè? Dus er gaan heel veel mensen weg. Ja. Want er is nu in een soort van beton gegoten dat je 3 jaar correspondent mag zijn met een verlenging van nog 2 jaar. En dan moet je weg.
Of je nou freelance bent of niet, ik was dus freelance. De manier waarop jij het deed, ergens ingroeien, de taal leren kennen, wat te weten komen over het land, daar is eigenlijk geen tijd meer voor. Het gaat heel anders. Maar laten we het vooral sneller. Ik wil het vooral over jou hebben, over jouw werk. Want anders, ik vind het zonde om het heel veel over andere mensen te hebben. Een mooi fragment, want de laatste jaren woon je al, nou sinds 1999 al in Rio, in Brazilië, daarvoor Mexico. Daar kennen veel mensen, daar ken ik in ieder geval jouw reportages van. Even een stukje, deze maakte je een reportage over de Argentijnse zanger Cabral, die vorig jaar werd doodgeschoten. Hij zong het in Guatemala, het meest gewelddadige land van Latijns-Amerika. Een paar uur voordat hij werd vermoord. In een auto op weg naar het vliegveld. Het is een bijna dagelijks geluid in Guatemala. Hier heb je ook een prijs voor gewonnen, voor deze serie. Ja, vorige week. Ja. De interne prijs van de NOS. Ja, gefeliciteerd. Dank je. Waarom is dit nou zo typisch Marion van Rooyen? Ah, ik denk doordat ik in een klein verhaaltje vertel, een heel groot verhaal vertel. Dit gaat over het geweld in Midden-Amerika, Mexico. Dat is op dit moment het meest gewelddadige. Latijns-Amerika, mijn continent, is het meest gewelddadige continent ter wereld op dit moment. Ja. En ja, dat dringt vaak niet zo door nog. En dan heb je zo'n man die zo prachtig zingt. En een icoon is van Latijns-Amerika. Het is een Argentijn trouwens. En hij gaat naar een concert in Guatemala. Daar zingt hij op zijn oude dagje. Je hoort die krakerige stem nog. Mm. Zingt hij op zijn oude dagje. En dan gaat hij terug naar het vliegveld om naar huis te vliegen. En dan wordt hij doorzeefd met kogels. Nou, dat is aangrijpend. Dat is ongelooflijk. Maar daardoor. En ja, eigenlijk gebeurde met hem. Wat ik steeds probeer. Wat ik zelf graag wil laten gebeuren. Dat door zo'n klein. Iets klein te maken, dat het groot wordt. En die moord op Cabral. Niemand in Europa heeft het toch natuurlijk van die Cabral gehoord. Nee. Maar dat werd in Latijns-Amerika een soort schokgolf. Overal gingen mensen zijn lieden zingen. Overal op pleinen werden bloemen voor hem neergelegd. En niet alleen in Guatemala, maar door heel Latijns-Amerika. En opeens werd het geweld en de straffeloosheid in Guatemala een thema. Ja. Door zoiets. Dus ja, je neemt iets kleins en je maakt er dan een groter verhaal van. Nou ja, of tenminste, je nee, duidt het blijft een klein verhaal. Maar je duidt het grote. Het gaat om het grote over te brengen. Een mooi ander voorbeeld is dat je. Ja, je hebt veel over het geweld gedaan in Latijns-Amerika, over de drugsbendes. Dit is een fragment van een interview met de leden van de Mara-bende in Guatemala. Op een geheim adres heb ik een afspraak met bendeleden van de zogeheten Mara. Ooit begonnen in Los Angeles als een jeugdbende van vluchtelingen uit de burgeroorlogen in Midden-Amerika. Maar nu de grootste gang ter wereld met meer dan 100.000 leden. Zeg, was nou Deventer dat ze die probeerden na te doen? Ja, hier laatst. Apeldoorn, zoiets? Ja. Dat ze met die jongetjes die ook 13 seconden... Ja, dat ergens hier in Nederland. Ja, dat klopt. Ja, dat krijg je zou me eens willen zien. Maar jouw vrouw, je gaat erop af. Ja. Maak je reportage voor. Ja, dan ben ik benieuwd naar. Die vraag krijg je natuurlijk ongetwijfeld elke week. Maar ik ga hem toch stellen. Hoe kom je in vredesnaam met dit soort gasten in aanraking? Hoe doe je dat? Hoe leg je die vertrouwensband? Ik denk dat het heel simpel is. Uiteindelijk wil iedereen zijn verhaal vertellen. Iedereen is gewoon een mens. En ik ben er niet op uit om te oordelen. Dat is trouwens een tekst van deze vermoorde zanger. Mm-hmm. Ik wil niet oordelen, ik wil alleen vertellen. De vrijheid, dat zijn niet wij. Ik ben niet de vrijheid. Ik kan de vrijheid alleen veroorzaken voor anderen. En ik denk dat die houding. Ik denk ook dat je dat uitstraalt op een bepaalde manier. Ik merk dat mensen mij snel vertrouwen. We komen zo op terug. Even naar Frank Wielaert, want er is sport. Het gebeurt bij de wedstrijd Atletico Madrid tegen Valencia. Ik zei het al, Valencia kwam terug in de wedstrijd naar de openingsgoal van Falcao. Na iets meer dan een kwartier voetballen. Vlak voor rust, Jonas is de man die het doelpunt maakt. 1-1 is het bij Atletico Madrid tegen Valencia. Die andere wedstrijd met Nederlandse inbreng. Sporting Portugal tegen Atletiek de Bilbao is inmiddels rust. Daar is het 0-0. Ik zal je een voorbeeld geven. Ja. Ik woon dus daar tussen die sloppenwijken. En op een avond kom ik terug met de bus en nog een stukje lopen naar huis. In de zin vrij donker. En ik denk, verdorie, nu heb ik het. Een jongen met een mes achter me. En zoiets van je leven of je geld.
En ik had een mislukte radioreportage gemaakt. Dus ik sta met mijn bandrecorder in mijn tas en ik denk, dit is mijn kans. Dus ik zeg tegen hem, oké, ik ga nu heel rustig mijn microfoon eruit trekken en ik wil jou heel graag interviewen over je beroep. En die jongen zegt, nou, perfect, dus we gaan langs de kant van de weg zitten. En ik heb een fantastisch interview met die jongen over het beroep van overvaller. Want niemand vraagt natuurlijk hoe dat is en hoe zwaar dat ook is. Want hij is niet altijd overvaller, hij is ook vaak schoenpoetser. En nou ja, ja. En het is best een nerveus beroep en het is niet makkelijk. En toen aan het eind van het interview zei ik, oké, wat ga ik je geven van mijn geld, hè? En toen zei hij, niks, nada, nee, dankjewel, ciao. En ja. ik denk dat ik dat bedoel met gewoon serieus geïnteresseerd zijn in mensen. Mensen vertrouwen jou kennelijk. Ja. Ja. Maar is dat ook, dat is misschien een beetje een rare vraag, maar ik vertelde dit aan een vriendin. Oh, Marion van Rooijen komt fantastisch, dat is zo raar, gek wijven. Die is, nee ja, hoe je het doet. Dat je, oh my god, ja, dat is denk ik... Nou ja, je bent niet bepaald doorsnee, ook niet hoe je eruit ziet. Met altijd iets in je haar en een vrij woest opgemaakt. Ik kan me voorstellen dat weet ik veel, drugsbendeleden in jou... Die denken, ja, die vrouw is apart, daar durven we wel iets tegen te zetten. Dus niet iemand met een mannenpakje aan, waar we bang voor moeten zijn. Ja, misschien is het... Ja, had ik nooit over nagedacht, weet je dat? Maar misschien is dat... Ja, dat zou best kunnen. Dat, omdat ik eruit spring, dat ik dan juist niet bedreigend ben. Want ik kan niet... Dit pak is geen politiepak, nee, zeg maar. Nee, ja. Integendeel. Ja. Ja, dat zou kunnen. Je gaat wel blijven daar, hè, in Rio? Ja, joh, weer raar. No way dat je in heel veel op elkaar met je gaat... Nee. Never. Afgezien van dat het veel te koud is. Maar ik ben zo verliefd op mijn continent nog steeds. Echt. Ik ga dat nooit verlaten. Nooit. Nee. En dat wordt dus gewoon voor andere media werken? Ja. En waar kon Als jullie mij ooit nodig hebben. Nou, open sollicitatie. Bij BNN Today, we hadden het net over BNN. Daar moet je toch tegen je 40ste wel eens een keertje eruit. Maar ja, je hebt bepaalde iconen. Die weet. Jij voor BNN, lijkt me. Schat, ik ga geen operatie doen, maar van binnen ben ik jong. Zo bedoelde ik het. Bij deze. Ik ga ze eventjes even bekijken. Lijkt me leuk. Marion van Rooijen, dankjewel. Goed dat je hier was. We gaan nog heel veel van je genieten tot 1 januari. En dan daarna ook. Alleen ook niet bij de NOS. Oké. Dankjewel. Bye. Zometeen langs de lijn. En morgenavond dan zijn wij er ook uiteraard. En dan hebben we een speciale vrijdagavonduitzending met uiteraard Erik Kolton, met uiteraard Luc Ikink. Jeroen Wollaars is hier ook. En die vertelt over achter de schermen bij het Breivik-proces. Ik zou absoluut luisteren.